Terug naar FC Lienden. Aanvoerder Mike Vreekamp was er tegen HHC voor het eerst sinds lange tijd weer bij. Vreekamp raakte vlak voor het begin van de competitie geblesseerd aan zijn knie. 7 weken werkte hij aan zijn herstel. Het waren pittige weken waarin hij het voetbal behoorlijk miste. Frustrerend, frustrerend echt. Als je helemaal de laatste week hebben we natuurlijk 3 keer verloren. Ja, dan wil je team gewoon, dan zit je op de tribune en dan wil je team gewoon helpen. Dan is het frustrerend als je niks kan doen en vanaf de zijlijn moet toekijken. Dus. Ja, als je voor het eerst weer bij de selectie zit, dan wil je wel even het veld bekijken natuurlijk. Want het is een speciaal moment voor mij om de eerste competitiewedstrijd weer bij de selectie te zitten. Ja. Ja, hoe is dat om het gras dan ook weer te ruiken? Ja, op dit veld kan het. We spelen op normaal gras, dus je kan het inderdaad ruiken. Dus dat is prettig om er weer bij te zijn. Ja. Het meeste heb ik het spelletje natuurlijk gemist. Om wekelijks voor die punten te strijden. Ook alleen al natuurlijk na de wedstrijd toeleven, dat mis je wel als voetballer dan. Wij hebben natuurlijk Mike Vreekamp gemist. Uitstekende speler. Ik merk wel dat de eerste paar weken dat hij nog fit was, dat hij wel een beetje aanjager is, een beetje verlengstuk van je is. Hij praat wel het meest van iedereen. Dus ik hoop dat vandaag gelijk weer wat oplevert. Er zijn niet zoveel leiders in het voetbal. Ik bedoel, Wesley Sneijder die durft wat te zeggen bij het Nederlands elftal. Voor de rest praat daar ook helemaal niemand. En gelijk aanvoerdersband om. Hè? Dat heeft hij afgedwongen de afgelopen jaren. En wie ben ik om dat te veranderen? Hè? Ja, het enige wat we hebben gezegd, verspil niet te veel kracht. Dan kunnen we je lang gebruiken. En we willen hem lang gebruiken en lang heel houden. Gezonde wedstrijdspanning natuurlijk. Als je voor het eerst in de basis staat in een nieuwe competitie. Vandaag moet het gebeuren. Ja. Als je ook naar de ranglijst kijkt, zij hebben zelf ook nog niet veel punten, nog in één keer gewonnen. Dus het moet vandaag gebeuren en we gaan vol voor die 3 punten. Ja. Straks ziet u hoe de wedstrijd tegen HHC voor Mike Vreekamp verliep.